Oh, tante Laura heeft wat lekkers, hè? Wat zit er? Nee, je zit. Ja, dit is dus buiten en in de zon. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick, Roderick en Carin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 28 juni 2022. Het is nu 8:20 in de ochtend. En met wie zal ik allemaal lopen? Met die twee en met deze lieve schatje. Ja, dus ik loop lekker buiten. Het is mooi weer. En wij wensen jullie, zoals altijd, heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben even druk bezig, want Laura die komt ook zometeen. En die wil even een ritje met me mee in mijn auto, zoals jullie weten. En heb ik al eigenlijk, ja, dat hebben jullie gezien bij dat ik de auto ophaalde. Welke kleur mijn auto is. Maar weet je ook welke kleur het is? Zo nee. Zo ja, laat het even weten. En ook zo nee, laat het ook even weten, allebei. Dus ik ben nu even weer vlogstof aan het er even in het programma aan het knallen, zodat ik het even wat makkelijker heb, zeg maar. Dus ja, lekker bezig. Heerlijk bezig. Soms even kijken waar ik zit, want ik weet er soms even niet. Nee. Zo. Zo. Dit moet er alvast in. Kijk. Hartstikke mooi. Ja, dat is een lange vlog hoor, van 24 items al. En dat eindigt van een paar dagen. Dus, maar ik mag niet klagen. En dat is nu dan, met 24 items al. Even kijken hoeveel minuut dat is. Nou, ik loop nu al op dit moment tegen de, mag ik niet liegen. Oh. Gehad. Even kijken. Een uur. Nou, dat ga ik lekker terugbrengen vanzelf. Jullie kennen mij. Nou ja, er komt wel weer wat meer bij. Maar dat maakt niet uit. We gaan dat eens even meemaken. En dan moet ik even deze kijken wat dit is. Want mijn... Oh, je mond, wat dom ding. Oh, dat is dat. Ook dat moet ik even kijken waar ik hem erin knal. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga even deze vlog eventjes goed doen. Oh, die is hier... Oké. Wil niet. Dames. Oh. Wat de hel is dit? Zalmhuid. Moet je 4 geven dan. Dan heb ik wat meer licht. We zijn echt allemaal iets anders. Kom maar, deze kant, want dan kan ik het filmen. Lieve schat, dan kan ik het filmen. Kom dames, kom. Oh, tante Laura heeft wat lekkers, hè? Wat zit er? Jij zit. Goed. Kom jij. Kom jij. Ja! Zo raak eens. Hey, is goed, schat. Lekker toch, vis? Is toch lekker? Is toch lekker, vis? Ze hebben alle drie wat lekkers van tante Laura gehad. Hè? Lekker, hè? Is je lekker? Lady vindt allemaal wel prima met de koek, hè? Lekker, hè, meis? Lekker, hè? Ja. Lekker, hè? Ga ze ook lekker vrouwtje kusje geven. Lekker. Ja. Weet je wat je dan moet doen? Even je handen wassen met die ene zeepje. Dan ruik je het ook niet meer, schat. Lovely. Dat mag niet. Dat is van Lady toch? Weet je toch? En dat jij het zo snel op, daar kan ik niks aan doen. Hé, hey, Trinola, kom hier. Kom eens hier. Kom. Kijk hem bij de kaafjes. Ga kijken, kom. Ga kijken, kom. Omhoog, hoog. Kom, ga kijken, hoog. Ja, die gaan nu allemaal weer het haarhokje in. Ja. Ja. Lekker schoon je handjes. Lekker handig, hè? En gebruik ze thuis ook, die zeepje? Ja, mijn moeder is helemaal diehard fan. Handig, hè? Ja. Tap op! Ik ga naar de zonnebank, poespruinen. Nou, die staat erop op de vlog, hè? Die staat erop ook. En die haal ik er ook niet uit. Ik ga mijn poespruinen, zeg ik altijd. Nou, is goed. Dag, schat. Dag, schat. Ik zie je volgende week. Kinders. Ja, die hebben nou geen aandacht meer voor je, schat. Later. Ga maar kijken op het balkon. Ga maar kijken. Balkon. Toe. Lof is niet. Kom. Lopen. Kom. Lopen. Ga kijken. Kom, kom. Ga kijken. Ja. Ja. Ga kijken. En toen was die weer lekker schoon. Lekker. Heerlijk. Nou, en daar staat mijn dinky toy. Helemaal lekker. Dag, schat. Ga jij je poes maar lekker bruinen. Nog lekker bezig met het zalmhout. Is toch lekker? Geef jou zo'n lekker kusje. Dat is toch lekker? Dag, schat. En toen was ik dus in Scheveningen. Ja, even lekker uitwaaien. Gewoon even helemaal niks. Dat kan ook wel even soms lekker wezen. Ai. Ai. Dus ja, lekker eventjes aan bij zee. En waar kijken we hier tegenaan? Helemaal in de verre vette Hoek van Holland. Jee. Kun je nagaan hoe ver je kan kijken. Dat is helemaal Hoek van Holland. Ja, lekker joh. En dat is dus een voordeel als je dus een eigen auto hebt. Dat je gewoon overal naartoe kan. Dat ik niet altijd maar op Ro hoef te wachten. Nee. Dus, maar er was net ook wat gebeurd. Ik heb Ro gebeld. Die heeft mij weer rustig gekregen. Dit was dus aan het rijden. Nou, helemaal niks aan de hand. Er zit dus een auto om dus eigenlijk een garage in te gaan. Ik ben hem al bijna voorbij. Gaat hij in één keer dus naar mij toe. Dus bijna in mijn zijkant. Dus ik moest in één keer naar links. Had ik dus een busje nog zowat tegenover me. En ik moest gelijk weer naar rechts. Dus ik had eventjes de spanning hoog in me, hè? Maar ik was behoorlijk aan het trillen, aan het shaken en aan het huilen. Maar dat heeft Rodus weer ja, goed opgelost, zeg maar. En toen zei hij ook al van, ja, maar lieve schat, je bent al heel scherp. Moest kijken wat je nu alweer hebt gedaan. En je hebt een ongeluk voorkomen. Ja, eigenlijk is dat wel zo. En ik ben al verzekerd, maar alsnog, ik heb het wel voorkomen. Ik was snel, ik heb snel gehandeld. Dus ja, dus dat is wel heel fijn. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel weer heel trots op mezelf. Maar dat ik gewoon zo snel moest handelen voor mijn eigen auto en voor hun. En dan ook nog voor de andere partij die dus naar me toe kwam, zeg maar. Want ik moest zo snel ja, uitwijken. Want anders had hij gewoon in mijn zijkant gezeten en dat is niet fijn, zeg maar. Kan ik je vertellen. Dus ja. En dan heb ik sinds woensdag mijn rijbewijs en vrijdag mijn auto. Nou, joehoe. Zo vaak heb ik nog niet gereden, zeg maar. Officieel. Dus, en nu dus wel. Maar ja, het is even wennen. Het is soms misschien nog wel wat meer angstige momenten. Maar ja, ik ben toch weer trots op mezelf dat ik dit weer heb overwonnen, zeg maar. Dus toen zei Roker van, waar ga je naartoe? Ik zei, ik ben bezig om naar Scheveningen toe te rijden. Even de zee, gewoon even heerlijk. Want straks dan ga ik ook weer naar Den Helder. En dan morgen weer even heen en weer rijden. Even met mama mee. Dus dan weet ik dat het ook weer gelijk. Ga mama lekker mee. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon even druk. Gewoon even lekker on tour voor mezelf. En er komt ook wat aan voor de auto's. Dat ik jullie wat beter mee kan nemen. Want ik moet nog even kijken hoe ik dat in ga vullen. Maar dat komt helemaal goed. Serieus, dat komt helemaal goed. Rodi wil het ook hebben, dus dat is ook wel weer leuk. Alles wat ik wil hebben, wil Ro ook hebben. Maar dat komt ook helemaal leuk, helemaal top, helemaal goed. Maar ja, dat wou ik even ook met jullie delen. Ik ga zo meteen weer lekker weer weg. Weer lekker, ja, moet ik zeggen, weg. Maar ja, daar is eigenlijk al, ik ben trots op mijn autootje. Dit is mijn auto, ja. Ik laat hem even beter zien. Hij mag ook alweer echt door de wasstraat. Ik ben helemaal erg daarin. Wasstraat. Maar ik zal hem eventjes zo met in de zon laten zien. Ja. En ik zocht eigenlijk een ander leuk plekje. Maar ik kan hem even nog niet vinden. Maar misschien komt dat binnenkort nog wel even. Een ander leuk plekje. Ja, dit is dus buiten. In de zon. En hij heeft verschillende kleuren. Hier is hij mooi boheme purple. Dus... paas. En daar is ook, hij mag wel weer door de Wasstraat, maar ja, dat zeg ik. Hij is gewoon zo mooi. Het is maar net hoe de zon erop schijnt. Want nou lijkt hij dus daar en bij de kap en bij de voorwiel lijkt hij gewoon weer zwart. En dan hier lijkt hij weer een beetje blauwig. Het is net hoe de zon erop schijnt. Maar ja, ik ben zo blij met dit dingetje. Heerlijk, echt waar. En dan ga ik er zo weer van tussen, wat ik zei. Dus ja. Dan zeg ik, mooi is gewoon een Velgisch, maar misschien dat ik dat zo meteen nog even ga doen. Even door de Wasstraat, ja. Lekker even. Maar ik wil jullie wel onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker dan niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog en laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!